Gleofilo Vleiter, onze aanvaller van de nationale selectie, die komt in Cyprus uit voor Aris Limassol. We hebben hem gevraagd hoe het daaraan toe gaat, want de trainingen zijn weer hervat. En hij vertelt ons over zijn ervaringen bij Aris Limassol en ook over Nacho. Hij mist de nationale selectie en geeft antwoord daarop. Hallo mensen, dit is Gleofilo Vleiter, voetballer van Aris Limassol in Cyprus. Een hele leuke ervaring voor mij om zeg maar in een andere omgeving om mezelf te bewijzen. Bij Aris Limassol heb ik 15 goals gemaakt in 19 wedstrijden. We zijn op de derde plek geëindigd. 1 plek onder de clubs die zeg maar promoveren, want in de top 2 dan word je gepromoveerd naar de eerste divisie. Zuur voor ons, nog met 8 wedstrijden te gaan. Is het ons niet gelukt. Desondanks heb ik heel veel meegenomen. Hele leuke ervaring. Hele goede team. We gaan heel goed om met elkaar als team. We zijn ook gehecht. Dus dat gaan we zeker missen. Totdat we weer bij elkaar mogen zijn. Voor de rest, als Surinaamse international, was ik sinds 2015 vertrokken naar Jamaica. En op Jamaica was ik bij de Phoenix Allstars Academy. Daarna nog op mijn 16e was ik naar Nederland vertrokken om op stages te gaan bij diverse clubs in Nederland. Grote topclubs in Nederland. En heb ik ook van geleerd. Mijn eerste contract kwam in Israël. Ja, in Israël bij Kiryat Shmona. Vervolgens ging ik naar Torpedo Kutaisi in Georgië. Dat was een minder leuke ervaring voor mij geweest. En nu zit ik op Cyprus. Dus het is een hele lange reis voor mij geweest. En we gaan sowieso zeker door. Maar zonder inzet als international, als Surinaamse international, dan gaat het zeker niet lukken. Je moet altijd harder werken dan je andere teamgenoten. Je gaat heel veel downs hebben, maar jij moet weten wat je doet om zeg maar dit alles weer op te pakken en gewoon door te gaan. En als je zo bent ingesteld of zo denkt over voetbal en wat je wil bereiken, dan denk ik wel dat het je zal lukken. Het zal je zeker lukken als je ook gewoon hard werkt en gefocust blijft. Dus dat zijn dingen waarop je moet letten als je het zeg maar wil halen. Want je krijgt, als je de kans krijgt, je krijgt niet zomaar een kans, dus als je een kans krijgt, dan moet je het ook gelijk benutten. Voor de rest hebben we geen Nederlands sprekende spelers in mijn team. Ik ben wel bevriend met een van die spelers bij Apollon Limassol, ook in deze stad. Charlison Benschop, we zijn hele goede vrienden, met hem trek ik op. En voor de rest, wat de trainer van mij verwacht, is niets minder dan scoren, mee verdedigen, mijn team helpen. En ja, sowieso, maar het moet gewoon belangrijk zijn voor mijn team altijd. En dat vind ik ook gewoon, dat ik dat gewoon moet doen. En ja, ik ben topscorer van mijn team geworden met 15 goals in 19 wedstrijden. Hoe ik met tegenstanders omga, ik observeer altijd heel goed. En ik kijk waar een zwakke plek is of waar ik eigenlijk toe kan slaan om makkelijk te scoren. Dan doe ik dat gewoon elke wedstrijd. Bestudeer ik mijn tegenstanders. En dan ben ik gemotiveerd om te spelen. En ja, als ik een kans krijg, ga ik altijd scoren. Dus dat doe ik. Het mooiste moment bij Aris Limassol of met Aris Limassol was toen van de eerste plek hadden gewonnen, of die koploper hadden gewonnen, met 1-0 en ik had gescoord. Het was eigenlijk een heel belangrijk moment voor ons, omdat we dan heel veel belief hadden dat we zouden promoveren. Omdat we ook van alle grote, zeg maar, grote teams in de tweede divisie hebben gewonnen. Dus het had ons een push gegeven en het was een heel belangrijk wedstrijd voor ons. Om onze geloof, zeg maar, een boost te geven. Dus ja, dat was het. En een van de mindere momenten bij Aris is,
als je, sowieso als je verliest, we hebben niet veel verloren, misschien 4, 5 wedstrijden. Van misschien al die 21 wedstrijden, 22 wedstrijden die we hebben gespeeld. En ja, dat is altijd, als je verliest, is het altijd minder prettig. Cyprus hebben we wel gewoon heel vaak mooi weer. Want het is ook gewoon een eiland, dus het is gewoon mooi weer soms. Of vaak. Maar als het regent, dan regent het dat één stuk door. Ik weet nog een wedstrijd. Hebben we net in 2 delen gespeeld op 2 dagen. Eerste helft had het heel erg hard geregend. We konden niet voetballen. Geen dribbles maken. Het kon gewoon niet. Dus moesten we het stopzetten. Want die bal rolde helemaal niet. En de volgende dag moesten we terug. Om nog 45 minuten te spelen. Ja, dat is wel gewoon, ja, dat is wel minder mooi. De druk die we bij Nacho krijgen, vind ik best wel normaal. Want we doen het goed en mensen verwachten dat we het goed blijven doen. En we hebben niet alleen druk, ook die coaches, die hele staf, die hele SVB-bond. Ze hebben allemaal druk. Dus het ligt aan ons als spelers. Wat wij met deze druk doen. We moeten sowieso blijven presteren. Bij onze club vooral. Voordat je geselecteerd wordt moet je bij club presteren. En dan bij Natje ook gewoon je beste voetbal laten zien. En dan gaat het zeker lukken. Heel jammer dat we niet bijeen kunnen zijn om voor Natje te spelen. Maar ja, de hele wereld heeft te kampen met deze COVID-19. Dus ik hoop dat het snel beter zal gaan. In de wereld, zodat we weer bijeen kunnen komen en samen met z'n allen gaan strijden voor Suriname. Dus ik zit af te wachten om te kijken wanneer ik weer bij Nacho kan zijn. Maar ik mis het echt. Ik mis wel om met die boys te zijn. Hard werken en wedstrijden winnen. Dus ik kijk er wel naar uit. Mijn zaakwaarnemer, die is een vriendin man en die zit in Nederland. Hij belt wel heel vaak met me. Hij vraagt me waarmee ik bezig ben of hoe ik mezelf fit hou. Dus ja, hij doet nog steeds zijn werk. Zoals wij ons werk ook gewoon moeten doen. Maar voor de rest weet ik niet. Ik denk niet dat hij kan vliegen of wat dan ook. Dus ik denk nu is het meer kantoorwerk, maar ik weet het echt niet. Dus ik zou niet kunnen praten voor hem. Dus jullie zouden hem misschien moeten bellen. Maar ook moeten jullie misschien bij hem zijn. Als jullie me vragen, als er clubs zijn die me willen toevoegen aan de selectie. Dat weet ik niet. Ik heb wel vernomen dat clubs geïnteresseerd zijn. Maar ja, het is wel ook een beetje te begrijpen. Want ik heb het goed gedaan bij Nacho. En ook redelijk goed gedaan bij mijn club. Dus ja, het kan zomaar. Maar tot nu toe weet ik er niks van. En nu is alles een beetje in de war. Dus als er iets is, dan ja, zal ik het wel te horen krijgen. Ja, het is zeker jammer dat SVB de competitie stop heeft gezet. Maar het is ook alweer te begrijpen. Dus meneer Bas probeert ons heel veel oefeningen mee te geven. Zodat we fit blijven. En dat we fit terugkomen na deze corona gebeuren. En dat we goed aansluiten bij Nacho. Dat niemand achterblijft. Misschien hebben bepaalde spelers meer motivatie nodig. En daarvoor zijn wij als team om die persoon ook gewoon te helpen. En wij weten gewoon dat we allemaal, al die jongens, dat we met z'n allen goed en fit terug zullen gaan naar Nacho. Dus daar twijfel ik niet aan, maar nu ik snap iedereen, het is een moeilijke tijd. Het is moeilijk om mezelf te motiveren. Ik heb het ook, maar op een gegeven moment moet je weten waarvoor je het doet. Dan komt het wel sowieso zeker goed. Ik ben sowieso ambitieus, dus ik wil, ook al waard is, ik wil zeker een stap maken. Ik wil hoger gaan, ik wil in een mooiere competitie of hogere competitie voetballen en op een hoog niveau. Dus ja, als de stap komt, waarom niet, zou ik die stap zeker zetten.
En wat ik aan mijn Surinaamse mensen wil zeggen, de jongeren. Het is een moeilijke tijd. Wij kampen ook allemaal ermee. En ik hoop dat jullie dit ook begrijpen. En dat jullie op jezelf letten. En gewoon safe blijven met je familie. En blijf sowieso sporten. Maar doe jullie allemaal voorzichtig en stay safe. Just about kept out. Filter for the hat-trick. Yes!